Yo, dit is Blue Shark. Ik ben nog steeds down online. Ik ben volop duister aan het farmen om een helden te uppen. Um, wat doe ik momenteel? Drag, Loon, Zap, Quake. Dat doe ik. Ik heb vier bliksems bij en twee spells. Uh, ik drop er twee per luchtafeer, bliksems uiteraard, en één quake per luchtafeer. Uh, zo kun je um, twee luchtaferen verwijderen. Maar we doen het nog maar twee overblijven, dan is het echt wel vrij easy. Ik neem 8 draken mee. En 12 ballonnen. Waarom zo weinig draken? Omdat ze gewoon gigantisch veel elixir kosten. Deze samenstelling kost uh, 400.000 elixir. Ik heb het niet exact uitgerekend maar het zal er niet van na zitten. Um, mijn doel is gewoon de Duitse tank pakken en de 50%. Zodat ik ook uh, de champion bonus krijg. Um, hoe meer procent, hoe beter. Dus uh, ik, heb, uh, ik ben mijn queen aan het uppen, maar ik heb al mijn king bij. Ik neem altijd uh, wizards mee in het klankkasteel, of een pekka, dat mag ook. Uh, de king laat ik altijd rondgaan om meer percentage te halen. Uh, de draken hebben de duizend tank al geplunderd en gaan zo meteen naar het stadhuis gaan. Uh, ik ging voor deze beest voor een twister, maar het ging echt wel super vlotjes, ook dit is zijn nog maar level 6. Het is echt een, een rushed town online, dus uh, het is echt wel meevallig. De, de draken die zweven gewoon door de base, die ballonnen helpen ook heel goed mee om die laatste luchtafeer mee te verwijderen. Um, je kan echt heel veel darks healen. Ik haal minstens 20.000 dark op per dag. Um, vandaag zelfs, uh, per uitzondering, denk ik 32.000 of 34.000 duister elixir. Gewoon met Drag Loon, dus het kost alleen maar elixir. Kost geen dark. Je hebt één uh, quake spel dat je moet maken kost 160 dark. Dus uh, echt wel goed te doen. Je spaar je daar. Da uh, nee. Razendsnel dark elixir mee. Echt niet helemaal. Je moet zien hoe de laatste draak uh, de 3 torens nog moet feiten. Gaat dit overleven of gaat dit niet doen? Kom op. Draakje. Pak die eerste sterkste toren. Mooi zo. Oeh, die laatste toren. Wie gaat er winnen? De dragon. Yes! scheelt echt. Zo weinig dat de drak het toch nog heeft kunnen overleven. Fantastisch gewoon. Juist de laatste bark nog en dan kunnen we mooi de bonus binnenrijven. Drie sterren en een ongelofelijke 47 caps. 1,4 miljoen in totaal loot. en 4258 dark elixir. Alright.